Hallo, mijn naam is Tom de Wit. Uh, ik ben advocaat bij Lauwers IP Technology Advocaten... en houd me al 25 jaar professioneel bezig... met het adviseren, contracteren en procederen... over privacyrechtelijke kwesties. En over dat laatste wil ik het vandaag met jullie hebben. Meer in het bijzonder wil ik het met jullie hebben... over de procedures rondom het opleggen van boetes. Ik denk dat het voor iedere jurist belangrijk is om te weten... Hoe te handelen als er een boete wordt opgelegd en hoe te anticiperen op een eventuele boete. Vandaag ga ik daar kort op in, op 25 november, tijdens het seminar over procederen, uiteraard veel uitgebreider. En ik hoop vandaag alvast een tipje van de sluier op te lichten. Toen de huidige Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, van kracht werd, was de administratieve geldboete een van de centrale elementen in de handhavingsregelingen. Die in artikel 58 AVG worden genoemd. Bij de inwerkingtreding werden mede op basis van de torenhoge boetes die zouden kunnen worden opgelegd, apocalyptische vergezichten geschetst. Die boete is een van de corrigerende maatregelen genoemd in artikel 58 AVG, die toezichthoudende autoriteiten kunnen opleggen om naleving van de AVG af te dwingen. Artikel 83 van de AVG handelt specifiek over de voorwaarden. Voor het opleggen van die boetes. En artikel 83 van de AVG noemt een elftal criteria waarmee rekening dient te worden gehouden bij de vraag of er überhaupt een boete moet worden opgelegd. En zo ja, wat de hoogte van die boete is. Het artikel noemt ook de verschillende boetebedragen die kunnen worden opgelegd. En tevens verplicht het de lidstaten om voor het opleggen van boetes te voorzien in passende procedurele waarborgen. Alle lidstaten hebben natuurlijk hun eigen regels omtrent het opleggen van boetes. En om te komen tot een consistente aanpak in zaken de oplegging van boetes, heeft de toen nog geheten Artikel 29 Werkgroep richtsnoeren opgesteld. Die richtsnoeren zijn bedoeld om te bepalen wanneer er in vergelijking met andere corrigerende maatregelen een geldboete kan worden opgelegd. Verder worden met name de criteria voor de hoogte van de boete verder uitgewerkt. Ook de autoriteit persoonsgegevens heeft in 2019 boetebeleidsregels uitgevaardigd voor de AVG als opvolger voor de boetebeleidsregels die golden onder de wet bescherming persoonsgegevens. Deze boetebeleidsregels geven voor wat betreft de hoogte van de bestuurlijke boetes een categorieindeling en een boetebandbreedte met daarbij een soort basisboete. En inmiddels zijn er door de AP op basis van deze boetebeleidsregels ook daadwerkelijk boetes opgelegd. Zeer recent is er een boete opgelegd aan het bureau kredietregistraties van maar liefst 830.000 euro. Het ging daarbij om inzageverzoeken. Een onderwerp waarover Lisa Molenaars straks meer zal vertellen. Nadat het op het gebied van het opleggen van boetes een tijdje rustig is geweest, heeft de AP in december 2019 twee boetes opgelegd, waar ik hier kort bij wil stilstaan. De eerste boete. Heeft betrekking op het gebruik van vingerscanapparatuur door een bedrijf. Dat bedrijf gebruikte scanstations met vingerscanners, waarmee de werknemers van het bedrijf werden gecontroleerd op aan- en afwezigheid, en waarmee het bedrijf inzicht verkreeg in de werktijden, het ziekteverzuim en de overuren van die werknemers. Het bedrijf had vanaf begin 2017 een database waarin alle vingerafdrukken werden bewaard. Ook van werknemers die niet meer in dienst waren. Alhoewel deze vingerafdrukken niet meer actief werden gebruikt. Het gebruik van dit soort biometrische gegevens is verboden. Omdat deze in de AVG worden aangemerkt als een bijzondere categorie van persoonsgegevens. En het gebruik is alleen toegestaan als er aan strikte voorwaarden is voldaan. Zoals uitdrukkelijke toestemming van de werknemer. Of een reden van zwaarwegend algemeen belang. De AP vindt dat er hier van beide uitzonderingen op het verbod om biometrische gegevens te verwerken geen sprake is. Er is geen uitdrukkelijke toestemming en er is geen noodzaak. De AP legt een boete op van 725.000 euro. De overtreding valt namelijk in categorie 4 en dit is de basisboete die daarvoor geldt. De AP is van mening dat deze boete passend is gezien de duur van de onrechtmatige verwerking, het aantal getroffen personen en met name de ernst, omdat het hier gaat om zeer gevoelige gegevens, waarover de betrokkenen geen enkele controle meer hadden. De tweede boete betreft de Koninklijke Nederlandse Tennisbond. De Tennisbond heeft in juni en juli 2018, ten behoeve van het genereren van inkomsten, een bestand met persoonsgegevens van zijn leden verstrekt aan twee sponsoren. Die sponsoren hebben die persoonsgegevens vervolgens gebruikt voor direct marketingactiviteiten. De AP is van mening dat dit voor zover het leden betreft die voor 2007 lid zijn geworden van de tennisbond niet door de beugel kan. Leden na 2007 werden wel geacht bekend te zijn met het doel om extra inkomsten te genereren met de verstrekking van persoonsgegevens. Daarvoor had de tennisbond geen rechtmatige grondslag, zoals uitdrukkelijke toestemming van de leden of een gerechtvaardigd belang. Ondanks uitgebreide bezwaren van de kant van de tennisbond Legt de AP toch een boete op van 525.000 euro? Dit is de basisboete die hoort bij de overtreding, die valt in categorie 3, waarvoor een boetebandbreedte geldt tussen de 300.000 en de 750.000 euro. Het zijn al met al forse bedragen. En het zijn ook nog maar boetebesluiten. De rechter zal zich er nog ongetwijfeld over moeten buigen. Maar hoe loopt zo'n procedure nou? Wat moet je doen als je het niet eens bent met het besluit? van de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan welke termijnen moet je dan denken? Wat kunnen de betrokkenen die zijn geraakt in zo'n procedure doen? Hoe zit het in de voorfase? Wat doet de AP allemaal voordat ze tot een boetebesluit komt? Een onderzoek? Een waarschuwing? Hoe kun je als partij die geraakt wordt je zienswijze kenbaar maken? Hoe ziet de procedure voor de AP eruit? Wat is wel en niet verstandig om in de procedure bij de AP te doen? Dit en nog veel meer met praktische tips uit de praktijk gaan we behandelen tijdens ons seminar op 25 november. Mijn collega Lisa Modenaars zal ingaan op de verzoekschriftprocedure. Evelien Peerboom en Annemarie Bolser behandelen interessante onderwerpen die samenhangen met het procederen in IT-kwesties. We hopen dat je er net zoveel zin in hebt als wij en dat je naar ons seminar op 25 november komt.